Ja! Daar zijn we dan! Mario Maker 2. Juist, jij hebt een level gemaakt. Ik heb meerdere levels gemaakt. Dus als je er snel doorheen fietst, ga ik je gewoon aan het werk zetten met twee levels die ik heb gemaakt. Ik denk dat het goede levels zijn. Oké, nou, deze heet Rainy Forest. Ja, dit is de meest toegankelijke die ik heb gemaakt. Waarom heb je het Rainy Forest genoemd en niet Rainforest? Omdat Nintendo toch altijd een beetje van die woordspelingen zelf ook heeft in een level, weet je wel. Twompie, okay. Twimp, weet ik veel wat. Dus dit leek me bij het thema passen van Mario Maker. Leuk. Ja. Je vond het gewoon leuk. Dit item is tevens een beetje een revanche. Ik ben ooit hier bij GameKings aan het werk gezet en ik was de game designer. Iedereen mocht dan levels gaan maken en ik moest ze gaan spelen. Dus ik ben heel blij dat ik nu wel heb mogen maken en dat jij mag spelen. Nou, ik ga play drukken. Dat is even context. Ja, ik heb hem helemaal klaargezet en het enige wat je verkeerd kon doen is de verkeerde knop. Oh. Je fuckt het echt helemaal op hier al. Holy shit, hoe kon je dat zo verkeerde? Je hoeft echt alleen op A hoeft hij te drukken. Ja. Ik heb mijn pro-controller voor je meegemaakt. Vet, dat is heel tof. Want je moet het spelen en dan mag je geen excuus hebben van ja, die Joy-Cons zijn kut, weet je. Of ik dit waren alle levels die jij hebt gedaan. Ja. Dan gaan we Rainy Forest. Rainy Forest gaan we doen. We zijn Mario. Ben jij een beetje, hoe zie jij jezelf als Mario-speler? Als je zelf een cijfer moest geven? Ik ben niet een per se hele ervaren Mario-speler. Nee, dat zie ik. Je drukt niet eens een springknop in om standaard, zeg maar. Ja. Okay. Moet ik ook een soort van director's cut commentary erbij geven? Of zal ik gewoon je laten spelen en mijn bek dicht houden? Heel graag je bek dicht houden. Oké. Ja. Lachen mag dat? Nee, mag dat. Ja, oké. Wat vond je er nou zelf van? Kijk, hier. Ik ben die muntjes van je aan het pakken. Hoppa. Waar druk je godsnaam niet die remknop in? Dat ben ik wel. Dat doe je nooit met Mario. Ik weet niet wat je van me wil, man. Ik weet wel dat ik met de juiste level ben begonnen. Ik kan ook hier naar beneden. Vet, man. Ja. Hop. Zo, risky hoor. Dat zou jij door het lijf gaan. Het wordt een lange let's play, denk ik, man. Als je na 2 seconden je back houdt, kan ik het gewoon spelen. Eigenlijk als gewoon goede streamer, zeg maar, en dit is toch een let's play, een goede soort van online personality, zou je dat moeten kunnen natuurlijk, hè? Wat? Ik zit nu als een soort junk naar het scherm te staren. Ja, kijk. Dat is doodzaai. Ik zie hem gewoon niet, ik heb nu wel een pet op, daar ben ik wel blij mee. Ja, ik ook. Zonder pet door het leven. Moet ik teruggaan voor die shit? Dat is gewoon niks. Nee, man. Doe gewoon wat je wil, hè? Ja. Je bent absoluut niet verplicht om ja, een enig format te houden. Ik ken je. Daar hou je niet van. Daar heb ik een level voor gemaakt. Je wil stampen, hè? Ja. Goed zo. Heel knap. Sick. Je bent niet een completionist. Ik weet niet wat het woord betekent. Je wil niet per se alles halen. Nee. Als het voor jou moet, kan nee, nee, nee. Je kan niet eens terug. Je kan niet eens alles halen. Oh, je kan niet terug. Nee. Oh, het slechte game zijn. Je moet terug kunnen. Je kan op sommige stukken terug, maar niet altijd. Er zit trouwens bij alles wat ik maak een geheim einde en een normaal einde. Ongelooflijk, je hebt twee eindes gemaakt. Dat is gewoon. Waarom kan ik niet meer bij die deur? Wat een fout. Je moet dus B indrukken voor de grap. In het menu kon je het heel goed toen het niet de bedoeling was. B indrukken. Maar in de game, ja, dan kun je namelijk zo'n doosje ook vastpakken als je wil. Als je dat zou willen. Of I. I. Dat is hey. Dan kun je alsnog niet naar binnen, want je hebt de sleutel niet. Ah, ik heb de sleutel. Waar is de sleutel? Is ergens verstopt. Ik ga hem zoeken. Zoek de sleutel. Wow, dat ging maar net goed. Oh. Maar is de sleutel verstopt dan? Mag ik een hint, zal ik een hint geven? Nee, ik wil echt niet geen hints van jou. Go. Waar is de sleutel dan verstopt? Mario kan wel langs zijn adem inhouden, man. De tering. De sleutel, je was erbij in de buurt, dat zeg ik wel. Gewoon een kleine, subtiele... Ah, net hier. Soort van... Ik vraag me af hoeveel mensen zitten kijken die denken van, yo, ik ben echt goed in Mario. Waar is de sleutel, man? De sleutel is heel erg in de buurt nu. Echt heel erg. Maar echt hier...
neuk de sleutel bijna. Neuk de sleutel. En je hebt ook een secret, miraculously niet gehaald. Daar ga ik je wel van helpen. Als je naar links gaat, zometeen nu links, helemaal links. Dan kun je nu helemaal aan de linkerkant, zit een geheimpje. En bijna iedereen altijd heeft dit gehaald toen hij die sterren had. En nu moet je die trom boven je kapot maken. Ja. Dat is... Nu heb je de sleutel. Sick. Ja, ik heb het een beetje gespoild, maar veel mensen die gaan voor die rij munten en pakken daarmee automatisch al de ster en gaan dan automatisch die trom doen. Bij jou werkt het wat anders. Dat is oké. Okay. Dat is oké. Okay. Dat is oké, okay, man. Dat is oké. Zeker. Daar gaan we. Het is bijna ook gewoon de desinteresse proef ik op de Waarom? Manier waarop je knoppen indrukt. Het is heel raar. Hoezo? Ja. Omhoog druk je. Goed zo. Kijk, nee. Daar gaan we. Hoppa. Boom. Het geheim heb je ontdekt, vriend. Het geheim. Kijk, daar gaan we. We zijn nog niet klaar met de geheimen. Zeker. Kijk, het geheime level met een met de wesp. Heb je vroeger, toen jij op de bas... Sick, ik val er gewoon in, man. Ja, ik denk, ik ga er gewoon beneden chillen. Maar heb jij ooit op de basisschool spreekbeurten moeten houden? Ja, zeker. Dit voelt een beetje voor mij zo, alsof ik een spreekbeurt aan je haal. Alsof je beoordeeld wordt. Ja, me. Alsof jij de juf bent en je hebt echt gewoon die fucking hamsters. Waarom kan ik nu die pleurisshit niet meer in? Omdat je de sleutel niet meer hebt. Moet ik zeker weer helemaal opnieuw die pleurissleutel halen? Het is geen designbeslissing van mij geweest. Het is gewoon niet meer werkt. Dat kan ook niet. Je kan wel kampen, denk ik. Hoeveel uur Mario heb jij in je leven ongeveer gehad? Ja, maar nu zit je het op mij af te schilderen dat ik niet goed ben, maar... Absoluut. Er is geen excuus, hè? Als je game design niet goed is, is je game design dat is waar, dat is waar. Ik bedoel, je kunt niet ervan uitgaan dat al je spelers al heel veel Mario-ervaring hebben. Nee. Ik kom er niet meer uit. Ik zit vast in je level. Ik zit vast in je level. Oh ja, ik kan wel. Ja. Je hoeft niet het geheim te halen, het kan. Maar wil ik het ook spelen? Dat is een soort. En waar is die shit? Ah ja, toevallig. Nou, ik vind het vergezocht. Oké, okay. Dat is oké. Okay. Nou, daar gaan we, jongens. Nou, nog een keer. Spannend. Kijk Leuk, of je hoor. De dood in kan springen weer, direct, onmiddellijk. Hoeveel uren heb je nou Mario gespeeld, was de vraag. Is dat iets wat je kan vertellen? Waar je voor uit durft te komen? Ja, maar weet ik veel. Ik zit er niet met een stopwatch dat ik Mario te spelen. Nee. Snap ik nee. Heb je het met je familie wel eens gedaan? Of heb je zelf levels gemaakt? Ik heb geen levels gemaakt. Nee, ben je gek. Je bedoelt deze Mario game? Ik ben wel een beetje gek, ja. Ja, deze Mario game. Holy shit, dude. Het is zo. Je maakt jezelf weer bijna vakant. Nou. Is het opgevallen dat er links heel veel bloemen staan? Ja. Kijk. Maar dat is een ding, toch? Ik kan er niet... Oh, wacht, dat is niet een... Ik denk, dat is een muur. Ja. Ik snap het. Goed kijken, hè? Ja. Dat dus die mug die blijft niet boven me. Die mug die heeft zin om daar te chillen. Dus ja, nu gaat hij weg. Wat een boel muggen, jongens. Kijk uit. Oh. Fuck, die onderkant die blijft dus niet staan. Nee, die gaat weg. Ja, hoe moet ik dat nou weten? Mario ervaring, man. Sorry. Nou, ja, gewoon nog een keer. Oh, pure shit van je. Kut game. Nee, ik vind het heel erg leuk, hoor. Nee, je hoeft het niet leuk te vinden, maar... Oh my god, de ster is gewoon verdwenen. Zag je dat? Ja, ik heb een bug ontdekt. Ja, man. Dat heb ik nog nooit gezien, dude. Ik heb dit level nu al 6, 7, 8 keer uitgespeeld, zien worden zoiets. Ik kan niet meer. Ik kan niet langs. Nee, ik kan ook niet langs. Pleurisvissen zijn er. Oh, okay. Wow. Je kan ook daarboven, als je wil, erlangs, als je niet de secret wil halen. Hey, ik voel me nu steeds meer bezwaard, man, voor je. Ja, want je hebt er echt tyfusbende van, man. Ja. Ik zit je behoorlijk door de martel. Terwijl, ik heb levels online gezien. Ik weet niet of jij dat een beetje in de gaten hebt gehouden, wat er allemaal beschikbaar is voor van mensen, qua Mario levels. Maar er wordt echt tergende kutshit gemaakt. Ja, dat je echt de ideale jump moet hebben. Sommige mensen vinden het leuk, dat soort levels maak ik niet. Nee. Ik probeer levels te maken die wel een beetje speelbaar zijn. Nou, ik moet je zeggen dat ik daarom afgehaakt ben met Mario Maker. Omdat ik het zelf niet leuk vind om die te maken. Die Kaizo shit, ja. En ik ben gewoon een beetje klaar met die... er zit zoveel shit bij. Oké, het is te veel voor jou. Nou, het is niet te veel, maar het is gewoon... Ja, ik heb gewoon zoiets van...
te veel shit, misschien wel. Het is niet te veel, maar ja, misschien is het gewoon te veel. Moet ik naar boven? Nou, ja. Je kan naar boven als je wil. Oh my god, Boris van de Gem. De pleuris, hè? Je hebt wel... Kijk, dat is ook mijn probleem. Met wat jij doet... Je hebt de motorische vaardigheden niet meer. Nee, wat jij doet, dat doen heel veel van die ontwerpers. Die maken shit gewoon te moeilijk, omdat ze te bang zijn dat het anders te makkelijk is. Nee. Maar het hoeft niet. Mario Levels hoeven niet pleuris moeilijk te zijn. Nee, dat klopt. Ik moet je ook wel zeggen dat de meeste mensen dit niet moeilijk vinden. Maar... Ik heb het met weinig mensen getest die zo slecht zijn als jij. Nee, maar ik... Die zo weinig ervaring hebben als jij. Omdat je gewoon in je confirmation bubbel zit, man. Omdat je alleen maar... Ik denk linksdraaiende, politiek correcte... Gaan we hierheen, ja. Gamers... Moet zelfs een Mario stream verpest worden. Waarom kan ik daar niet doorheen? Je kan er absoluut heen. Maar niet zo. Nee? Nou, je kwam wel behoorlijk hoog. Als je in een boom klimt, dan kun je op een gegeven moment helemaal omhoog. Ah, kan ik weer de bovenkant? Ja. Hey, bijna. Nee. En als je ook opzij drukt, helpt dat? Nou, dat kan niet. Nee, het kan gewoon niet. Je bent wel iemand die snel opgeeft, hè? Waarom kan het niet? Wat is dat voor pleuris shit? Je maakt me lekker met een dode mus. Ja, je moet wel werken voor je geheimpje. Je kan ook trigger drukken als je er helemaal in de lucht zit. Ja. Hoppa, oh. Als je nu nog opzij had gedrukt, dan had je hem gehaald, denk ik. Oh ja? Ja. Nice, dude. Hoppa, kijk. Sikke Mario-speler ben je. Hier. Ja. Hoppa. Bam. En is de andere kant op iets? Je hebt smaak te pakken. Nee! En als je nou omhoog drukt, ja, nice. Floris beesten. Maar je kan ze, je hebt net, heb ik je een trucje geleerd. Schieten. Ja. Hey. Je bent nu, heb je een ster, ja. Dus hoef je niet alleen maar die shit te doen, die turn shit. Hoppa, doe het lijn. Hoppa. Nice. Nee. Sleutel. Ja. Maar fuck de sleuteldeur. Hard gewerkt voor een sleutel, maar fuck it. Ja, we gaan hier deze kant. Ik bedoel, gewoon een level uitlopen met de sleutel voelt ook goed. Voelt ook goed, ja. Ik wil gewoon weten wat die sleutel verdient. Ja. Hoppa, ik heb kankerbek. Hier. Hoppa. Zo, en nu? Kan je het level alleen nog op de soort van manier zonder de sleutel uitspelen? Ik had deze shit, ja. Dat is oké. Je kan hier overheen. Ja. Als je jezelf niet doodmaakt. Kom op. Zoals je nu doet. Kijk. Bijna. Ik ben geneigd om te zeggen, zal ik hem finishen? Nee, waarom? Vind je dat ik het niet goed doe? Nee, ik dacht gewoon, misschien heb je geen zin om het nog een keer te doen. Waarom kom je erbij? Ik weet het niet, man. Nou, hier, kijk. Gewoon de easy way. Hoppa. Een soort van de... Ik denk dat skaten niet voor het gesetteld, trouwens. Nee? Die was wel echt voor het expert einde gegaan. Alhoewel, Kevin misschien ook wel. Waarom kan ik niet in die fucking shit hangen? Dat kun je alleen als je Cat Mario bent, man. Ja, en dat ben je niet. Pleuris je bent Blue Mario. Hier, ik ben er. Ik ga me uitspelen. Bam. Bam. Jawel! Jawel! Hoppakee! Joden! Dat moet je niet zeggen. Waarom niet? Wat hebben Joden nou mee te maken? Nou, gewoon overwinningsbrul. Maar voor de gemiddelde eigenlijk. Dit was het? Rainy Forest. Dat is het cijfer. Ik ga vind je nog een level geven. Ik geef het een 4. Van hoe lang 5, ben je daarmee toch? Bezig geweest? 2 uurtjes en daarna nog een uurtje misschien. Maar ik vind het te ver gezocht vaak. Ja, waarom? Ja, het voelt niet evenwichtig aan. Dat is waar. Er zit geen flow... Geen flow naar boven in. Het is niet dat ik aan het einde beland word. Het is gewoon makkelijk. Heel eventjes kort. Dan kanker moeilijk. En dan een stukje makkelijk aan het eind. Oké. Okay. Dus en ik ben meer op zoek naar meer organisch geheel. Okay. In mijn levels. Dankjewel, man. Oké. Okay. Nog een level? Ja, graag. Kun je ook afzijken. Seaside Savior? Ja, nou ja, daar ben ik niet mega blij mee, maar voor, ja,
Ik wil een beetje een goeie. Ik wil iets waar je blij mee bent. Iets wat is millennial? Je hebt een millennial level. Ik heb een millennial ink. Is als je te weinig ruimte in je leven hebt. Ah, social justice level. Laten we dat spelen. Nee. Je gaat denk ik instant regret ga je doen. Ja. Maar dan weet je, maar dit is, nu heb je al gezegd van. Nu ga ik op dit is een hele grappige grap. Dus ik ga een hele grappige grap vertellen. Is dat zo? Ja. Nee, instant regret is gewoon. Is dat toch? Nee. Ja, maar dan zeg je al dat het eigenlijk onmogelijk is om te halen. Kan ik net zo goed op Ik ben namelijk qua design ben ik het meest trots op deze. Voor Mario Maker Community vind ik dit het beste level. Want mensen gaan het speedrunnen. Om dit te speedrunnen moet je ook skill hebben op een andere manier dan alleen maar snel van platform naar platform springen. Maar hoe moet ik nou weten dat je dit moet speedrunnen? Ja, jij hoeft het niet te doen, maar jij bent ook niet de gemiddelde Mario Maker persoon. Jij bent echt een soort van Mario noob, wat ook oké is. Ja, je bent alleen maar te oordelen over mij als speler. Nee, maar je moet je goed in kunnen schatten, weet je. Als ik echt had geweten dat je zo noob was, had ik wel een ander level gemaakt. Had ik hem iets meer aangepast voor mensen die bijvoorbeeld niet de renknop gebruiken. Had je wel je best gedaan. Wat is het nou? Om maar een voorbeeld te noemen. Dus nu kom je... Je weet niet eens dat dat een grijper is. Is het een grijper? Ja. Hoppa. Nee, ik weet niet dat dat een grijper is. Maar ik leer het je hier. Vind je het leuk? Ja, is leuk. Heb je zin? Heb je het ineens zin? Nou, ja, nou je wel. Had je dat verwacht, dat je dood ging? Ik dacht ik ga naar de andere grijper. Oké. Oh. Hoppa. Ja? Boom! Hoe voel je je in dit deel? Ja. Ben je skillful? Ja, maar als jij tegen me gaat praten, wordt het lastiger. Wat ik vind wel dat dit bij games, ik speel de liefste games, waarbij de developer niet naast me zit en tegen me praat. Oké. Dan heb je wel verkeerd beroep gekozen, man. Hoezo? Ik heb nog nooit meegemaakt in de geschiedenis. Nee? Nee. Kanker. God, dude. Oké, mag je een tip geven? Nee, ik wil fucking je tips niet. Het is een soort van Mario Basics. Nee, ik mag je Mario Basics niet. Je hebt allemaal aannames gedaan toen je dit aan het bouwen. Ja, dat je Mario kon. Mario kunnen. Gewoon alleen waarom kan al... ik die derde fucking kut beest niet pakken? Ach, ik ga dood hier. Waarom? Waarom wil je dat ik dood ga? Ik wil niet dat jij dood gaat. Ik ga gewoon... Jouw Mario-onwetendheid is groter dan ik dacht. Ik had gewoon echt een noob level moeten maken. Voor iemand die gewoon een soort van de springknop door heeft en links en rechts lopen. Waarom ben je zo aan het zeuren? Ik ben gewoon kritisch op mijn eigen deze game zou zelf wel beter zijn als jij gewoon echt niet zo er doorheen zou lopen. Ach, jeppen. Dat is nice, man. Ben je blij met de 10 coin munt? Want... Ja, ook blij. Mijn god, wat is dat goed, zeg. Goed, hè? Dat jij die even hebt lopen halen. Ik heb ook expres een paars vloer gemaakt. Zodat je voor ziet. Mezelf. Ik weet hoeveel jij van de kleur paars houdt. Dan kom ik bij die deur. Oh, je hebt het nu helemaal verneukt. Oké, het geheime einde kan je niet meer halen. Het is al kut. Ja. Dan zit jij naast me te zeggen wat ik allemaal niet kan. Absoluut. Waarom ga je niet gewoon zeggen... Ik geef jezelf een positieve bevestiging. Maar what the fuck kan ik niet het geheime einde halen? Hey, je had het blokje daarvoor nodig. Het is het enige blokje wat je echt niet had moeten weghalen. En hier kan ik niet langs. Het is een soort puzzel. Jawel, je kan er wel langs. Ik krijg fucking tieten, man. Sorry, man. Oeh. Wat is dit nou voor schuit? Waarom kan ik er niet langs? Omdat ik ben groot. Het is net alsof je een soort aapje in een doosje zet. Maar dit... Wat is dit nou voor schuit, shit? Jij maakt het pleuris level, toch? Je kan er langs gewoon. Ja, als ik klein ben, maar ik ben groot. Nee, ook als je groot bent. Hoe dan? Kan niet. Jawel. Niet, ik ga opzij, ik pas er niet langs. Moet ik het voor je doen? Nee, ik wil gewoon dat het kan. Het nog erger dat je een game zit te spelen, dat er ontwerper naast je zit en die zegt, moet ik het voor je doen? Dat is echt, dat is het allerkutst. Ja, dat is wel heel denigrerend. Hey! Waarom? Dat vond ik nice. Waarom? Je hebt het zelf ontdekt. Waarom? Waarom gebeurt het? Wat gebeurde er? Iedereen weet dit. Wat? Behalve jij. Dat je een aangeloofd elke Mario-speler, denk ik.
Dat je een aanloop kan nemen, dat je kan bukken. Je hebt toch wel ooit Super Mario Bros. 3 gespeeld? Ja, alleen maar. Heel veel. Ja. Ik zit vast. Nee. Waarom spring je dan ook naar links en niet naar rechts? Whatever. Ik vind het voelt goed. Klopt niet. Ik denk toch dat je, als je vanavond gaat slapen, je moet beseffen dat je wel een nieuw Mario trucje hebt geleerd. Nee, maar ik heb niks geleerd. Oh, oké. Dat is leuk. Jezus, wat een manische fucking shit. Ja. Hoppa, boom! Nice, dude. Ja, hè? Ben je onder indruk? Man met de hamer is dat inmiddels. Kut. Ga ik op zijn kop staan. Kut. Ik wou hem op zijn kop springen. Je gaat ook echt voor de checkpoint vlag dood. Ja. Wat oké is. Wat is er mis mee? Je bent aan het oordelen over een prestatie. Ik had het als een goede game designer heb je niet zoveel oordelen. Ik had het je gegund om even die checkpoint vlag te halen. Absoluut. Hoe heet de level ook weer? Instant regret. Zo, hoppa. Fucking sick. Nou, hier met je schaatdingetje. Waarom kan ik er niet op? Je kan er niet op vanaf hier, nee. Wat is dan de bedoeling? Ja, dat ga ik als designer natuurlijk niet verklappen. Ik heb dat geheim voor je erin gebouwd. Ja, schaat er maar, man. Fucking kut, sorry. Ik pas nu al in één keer door je shit. Dat is wel handig, ja. Maar ja, het voordeel van klein zijn ken je al. Dan hoeft je Mario niet voor te spelen. Wow. Oh mijn god, maar Boris, jongen. Wat? Doe gewoon alsof je je best doet. Maar ik doe toch mijn best? Oké. Okay. Wat erg, man. Dat jij gewoon als game designer al die... Ik begrijp niet dat je ooit dat beroep hebt gekozen. Ik ben nu contentmaker, hè. Ik ben gewoon... Je bent contentmaker? Ja, ik ben aan het kijken of Kijk. Het item ook een beetje... Nee. Jezus, dude. Het zou gewoon normale mensen worden beter voor keer op keer dat ze dat level spelen, maar jij gaat gewoon achteruit. Nee, dat is niet helemaal waar. Ik word steeds beter. Je doet ook wel dingen goed. Ja, toch? Ja. Zoals het naar je zin hebben, denk ik dan. Weet ik je, als heb ik dit de zie. Tijd van mijn leven. Dan. Ja. Het is misschien wel een van de leukste game momenten die ik ooit heb meegemaakt. Moet ik niet gewoon hier via boven? Ja. Met die. Ja, ik moet het slingeren. Kijk, dit moet ik gewoon doen, maar dan moet ik wel met die andere. Ik zou je niet door een level willen laten gaan zonder te slingeren. Het is een slingerlevel. Precies. Kijk, hier, kijk me slingeren. Hint. Maar dan slinger ik heel hard daar tegenaan. Ja. Dat is niet de bedoeling, toch? Ik denk ook dat je iets lateraler moet denken, man. Lateraler? Ja. Wat is lateraler? Dat betekent dat je de breedte inneemt. Dus dat je niet zozeer van A naar B wil, maar dat je denkt, oké, nu weet ik niet hoe ik hier moet komen. Maar straks wel. Maar als ik niet gelijk... Kijk. In hier. Kijk. Kijk, Boris. Kijk. De horizon wordt ver... Nou, zeg. Ongelooflijk. Ik heb gewoon een geheim ontdekt. Ja. Ik vind het sick, man. Je groeit er wel in dit level. Ja, hè? Hoppa, hier. Fucking paddenstoelen shit. Yeah. En nu? Dank. Zal ik je een... Nee, dan ga je weer met je shit. Oké. Vertel me gewoon hoe ik dit moet spelen. Als je gewoon de renknop indrukt, dan kan je over die gaten heen lopen namelijk. Elke Mario-speler weet dat, maar jij niet, dat is oké. Hier, bijna. Wat is de renknop? De renknop is in dit geval I of X. De vluscontrole kijken. Dus dat kan je ook bijvoorbeeld daar beneden, kan je er gewoon overheen lopen als je dat doet. Nee, niet. Ja. Waarom is dat ding er niet meer? Hij komt eraan. Geduld is gewoon een zaak. Jezus, ik moet wachten. Ja. Wachten in een... Maar dat is de crux. Het is een speedrun level waarbij je soms moet wachten. Ja, fuck it. Maar fuck shit. Normaal geen zin in. Hoppa, boom. Godverdomme, kom je. Ah, kut. Hoppa. Dit wordt je favoriete deel, denk ik. Daar gaan we.
Ja, kan ik helemaal niet slingeren. Hier moet ik slingeren. Jezus, zeg. Ja. Hoe moet ik dan door die deur? Dat kan toch allemaal niet? Jawel, jij kan het, man. Je hebt net ook, je hebt me verbaasd, weet je wel, toen je in één keer dacht van, hé, man, die secret, ik weet waar die zit. De secret? Die secret. Let op. En nu ga je me verbazen met je mad skills. Ja, dan gooit hij een hamer op me. Het is bijna alsof dat zijn rol is in de game. Wat een lastige uitdaging. Je mag gewoon de juiste scheldwoorden hierbij uit, hoor, van mij. Ja? Ja, het is ook je eigen platform, eigen content. Ik ga hem op zijn kop springen. Nice, dude. Bam. Ik zie jou groeien als Mario-speler. Ja, ik kwam binnen, je was nog zo groen als gras. Ik zie mezelf ook groeien. Dit is alleen, dat is lastig. Ja, sommige fouten leer je niet in één keer van, maar doe je gewoon een paar keer. Maar ik weet niet of het een fout is. Ik vind het eigenlijk een fout van de ontwerper. Oké. Okay. Van degene die heeft bedacht dat je doodgaat ervan, misschien. Ja, maar gewoon omdat je ziet niet waar je springt. Net toen je aankwam, zag je toch waar je was? Of heb je het toen niet gezien? Ga naar boven. Boris van de Ven, netjes. Klein beetje paniek op de dansvloer. Oh. Fucking kankersleutel. Maar dit is toch niet te doen, die hondenbrokken, die zakken door het ijs. Ik vond dat je het redelijk deed, man. Ik moet zeggen, het is voor mij ook pijniging, hè, dit. Niet alleen voor jou. Oké, nog een keer met je hondenbrok. Waar is dat beest? Hier. Kom hier met je kanonnen, man. Wat een schaatsje. Als het doel was om maar dit is een goed voorbeeld. Het is al moeilijk genoeg en dan heb je ook nog die hondenbrokken beneden gedaan. Dat het niet meer te doen is. Ja. Maar zonder die hond, zeg maar, als je gewoon... Nee, het had makkelijker gekund, absoluut. Jezus Christus. Nee, het is niet te doen. Dit is kankeronredelijk. Dit is echt schaad. Moet is echt... ik het doen? Nee, je moet het niet doen. Je moet gewoon die shit ontwerpen zo. Ja. Je moet zelf kijken hoeveel mensen het gehaald hebben. Dit kan me niet misschien heb je wel gelijk. Is het gewoon veel te moeilijk? Dit is gewoon te moeilijk, man. Dit kan niet. Dit is veel te moeilijk. Waar staat die sleutel nou? Toch bij deze vliegende hond? Ja. Ja, rot op. Het is ik niet te doen. Nee, niet. Blijf eraf. Het is een let's play waarbij ik jou let's play. Dat is waar. Jij hebt die shit ontworpen, dan ga je maar toekijken hoe het niet te spelen is. Oh. Hier, ik ben nu wel groter, dat scheelt. Je bent groter, je doet het beter. Ik moet zeggen, die story mode had behoorlijk uitdagende levels ook. Jezus! Ah! Goed zo, dat helpt. Oké, nog een keer. Therapeut zei ik dat tegen mij, dat ik het gewoon eruit moet gooien. Kanonnen schijt. Plus, fuck. Maar goed dat je geen levens hebt in deze game. Maar waarom moet het zo moeilijk? Waarom zo... kanker moeilijk gewoon. Het kan toch gewoon normaal ook? Je kan het gewoon een normaal level maken? Waarom moeten die hondenbrokken daar? Waarom niet gewoon een... Denk je dat ik even rust heb? 5 minuten op kan staan met die pleuren shit. Met z'n... Godver... Heb je als Dark Souls gespeeld? Nee, fuck dat. Nou, kom op. Oeh. Als je je best ergens voor doet... dan voel je ook de reward daarna. Dit is geen reward, man. Jawel, man. Dit is fucking... Ergens zit een stukje Boris wat je nog niet kent en die kan dat gewoon. Die is gewoon master of hondenbrokken. En dat is gewoon gruwelijk. Waarom? En je leert hem nu kennen. Hij is dichtbij, die Boris. Waar is die fucking sleutel? Hij is er nog niet, maar hij is dichtbij. Schijt, zeg. Wat een schijtje. Ja. Vind je dat leuk, dat je dit zit te maken? Dat je dan echt denkt van, nou, ik kan me niet wachten dat iemand hier fucking uren mee bezig is met die shit. Nou, de meeste mensen... De meeste mensen ook. Kost het 6 keer of zo. Dat is mijn slechte argument dat ik ooit gehoord heb. Dat is oké. Okay. Ja, netjes, hier, kijk man. Bam. Waarom zit die sleutel opeens daar? En nu? En omhoog drukken. Kan niet. Bijna. Je kan dit, man. Gaat niet. Jawel. Blijf geloven, Boris. Geloof ik zo meteen nog. Superman zei... Wat zei hij? Hoop is net als je autosleutels. Het is makkelijk om te verliezen.
Maar als je ze eenmaal hebt, voelt het heel logisch. Waarom gaat hij er niet in? Zo dichtbij. Godverdomme. De Boris die dit kon was heel dichtbij. Je hebt hem leren kennen, je hebt aan hem mogen ruiken. Rot op! Waar zit die sleutel dan? Die zit toch hier ergens? Waar is de sleutel? Zeg maar, ah, daar. Ja, maar dan kan ik er niet meer op! Fuck! Dit is zo YouTube groots geworden. Frustratie fuck van YouTube. Band. Fuck YouTube en fuck Mario Maker. Dit is gewoon waarom Mario Maker gewoon een kut idee is. Het heeft nog nooit gewerkt. Leuk dat je een level kan maken. Maar het enige wat je krijgt is of die megalomane wannabe game designers. Die soort van onspeelbare, niet te, uit te spelen, de onredelijk, tyfus moeilijke shit maken. Waar is die fucking sleutel? Het is gewoon niet oké. Okay. Het is oké. Okay. Nee, het is niet oké. Okay. Je kan dit. Je was zo okay. dichtbij. Waarom kan ik ook niet gewoon hier naar beneden? En waarom blijf je hier opzaten? Waarom heb ik geen minuut rust? Ik kan niet nadenken als ik niet op die hondenbrokken kan staan. Je kan toch nadenken? Je deed net fuck, ik kan niet nadenken, nee. Je kan dit, man. Niks, dit is niet te doen. Je had het net al, je moet niet opgeven. Dit is gewoon, dit is... Rotten met dat scheidbeest waardoor ik de hele tijd dood ben. Oké, okay, waar is die pleurensleutel? Die is nooit op dezelfde plek. Moet ik die stomme stipjes die daar... Die... De muntjes zorgen ervoor dat als je ze allemaal hebt, een sleutel krijgt. Nee, zo werkt het. Niet. Ja. Altijd, zo dus werkt je, het altijd. Ja, dus je hebt er nu nog twee. En dan krijg je de sleutel omdat je alle muntjes hebt. Nee! Je was zo... Het is echt niet oké, dit. Schuit. Waarom? Ik spring toch op zijn hoofd. Ja, ik vind het ook lullig van de game, man. Maar wie schuld is dat? Jouw schuld of de maker van de game? Iemand behalve Boris van de Ven. Ja, ik kan hier niks aan doen. Nee. Waarom? Waarom fucking ik spring erop? Heb je ooit gedacht waarom ben ik net slecht genoeg? Maar ik ben helemaal niet slecht, man. Ik bedoel, het is serieus. Jij doet precies wat al die soort van virtue signaling, social justice, schaad game. Die nemen zelf geen verantwoordelijkheid voor hun shit. En geven spelers de schuld. Die gamers zijn zo entitled. Dat mag niet moeilijk zijn. Rot op. Geef me die reward gewoon. Waarom moet ik ervoor werken? Inderdaad. Je hebt wel gelijk. Het is niet oké. Je kan het, man. Je kan het. Je bent zo dichtbij. Zal ik je een tip geven? Nou, als je me een tip geeft, echt. Gaat die controle gaat echt serieus door het raam. Oké. Dan geef ik geen tip. Ik denk dat het beste is voor nu. Het is echt het beste. Wat een onredelijkheid. Het is wel mijn controller, hè? Niet Blauwe's controller. Dat bedoel ik. Waarom springt hij? Zen. Waarom zitten deze dingen hier ook? Bam, jongen. Hammerbro is geen partij meer voor je. Ik wil toch doorlopen als ik op de rentknop drukte? Ja, oké, okay, maar dan heb je al wat vaart nodig. En nu was je vaart aan het maken. Maar, weet je, met fouten leer je. Nou, ik moet... Het kan niet. Ik krijg er wel een beetje warm van, man. Jij? Het is niet te doen, dit. Het is wel te doen, natuurlijk, hè. Dat weten we allebei. Het is gewoon gemaakt voor sadisten, dit. Kom hier met het vliegen een fucking hondenbrok. Shit. Hou je van een uitdaging, Boris? Nee, ik hou niet van uitdaging. Oké, zou ik niet in mijn cv zetten als ik jou was?
heb echt schijt. Ik heb schijt aan uitdagingen, schijt aan cv's. Schijt aan die hele fucking pleuris level wat je hier gebouwd hebt. Instant regrets, toch? Het is, ja. Het is ook pas, het is pas aan het eind van het level dat je regrets krijgt. Dat is wel waar. Dus die titel is ook al kut gekozen. Eigenlijk is alles kut. Nee. Oké, dan kom je hier met die hondenbrok. Kom op. Je drukt wel op omhoog, hè? Hey. Zo. De beloning is dat je op een nog veel moeilijker deel hebt gekomen. Is dit moeilijker nog? Ja. Wow, wat is dit voor een soort zweefshit? Dit is een Galaxy Space level. Is dit een Galaxy Space level? Ik wou zeggen, het lijkt wel een Galaxy Space level. Ja, niet van deuren, meer van paddo's. Paddo's hou ik meer van. Hier. Oké. Nou weer. Krijg. Tieten, man. What the fuck? Hoe is dit leuk, man? Ik weet niet, man. Ik denk niet dat het leuk is. Maar hoe verzin je dit? Nee, je kunt lijkt net alsof je er niet uit kan. Je kan toch gewoon terug door de deur, flapkut. Ja, maar dat maakt toch geen sens? Hoezo maakt het geen sens? Waarom moet ik terug door de deur? Ik ben er net. Nu weet je... Wat doe je? Waarom kan ik hier niet hier? Je weet dat als je dood gaat doen, dat je nog een keer de andere hondenbrokken moet doen, hè? Ja. Fuck het. Fuck ja met je hondenbrok. Moet ik nu nog een keer de hondenbrok? Ja. Nee. Ja, wat op. Als ik het over moet nemen... Nee, je moet het niks over nemen. Deze delayed regret... Instant bullshit. Mensen kunnen de level ook spelen als je met Maker doe het niet. Die staat in de doe comments. Het niet. In de tekst onder de item staat ook Maker. Je wordt Maker er echt violent van. Kom. Instant regret. Laat zien of laat ons weten of hoeveel tries jij de hondenbrokken hebt gehaald. Kom op met je fucking hondenbrok. Nice man. In één keer. In één keer, ongelooflijk. Ja. Je hebt skills, je bent gegroeid als Mario. Laat me de rust, man. Echt serieus. Laat me de rust. Niet door de deur. Waarom ga ik niet door de deur? Wat heeft het voor zin? Oké. Okay. Geduld, schoon zaak. Wat kan ik doen? Niks. Kars. Jezus, ik wil gewoon die bloem. Wel sick hoor. Verder ging het gewoon, zeg maar... Verder ging het oké. Ja. De maneuvering. It was alright. Ik weet het niet, man. Dude, je bent gewoon... Lord en master van de fucking hondenbrok inmiddels. Holy shit. Bam, dude, fuck. Dat voelt goed, toch? Nee, dat is toch waarom je gamet? Nee, het is niet voor mijn game. Ik snap dat je te eigenwijs bent om het toe te geven, maar... Gewoon de groei. Dat is instant regret, maar het is ook instant skill niveau, level 9000. Schaat, wat op. Ach. Nee! Jezus. Oké, nu serieus. Instant regret. Godverdomme. Sorry, man. Nee. Hey.
En nu lukt het niet meer natuurlijk. Dat is gek, hè? Terwijl je gaat juist fanatieker zitten, dan denk je van nou, hè? Ik weet het niet, man. Ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Ik vind het uiterst shady, deze gang van zaken. Ik voel veel gevoelens nu. Waarom gaat hij niet door de pleurisdeur? Ga door de pleurisdeur! Waarom net wel, in één keer, nu niet meer? Ga door de pleurisdeur! Sta ik er niet goed voor of zo? Misschien vond de deur het niet leuk dat je een pleurisdeur had. Tering, wat een man. Hoe lang ben je hiermee bezig geweest? Om te maken? 2 of 3 uur. Dus ik doe meestal gewoon een avondje, doe ik een level. Ongelooflijk, man. Ja. Niks beters met je leeftijd. Je kan nog beter gewoon mindless op social media zitten doen. Dat denk ik niet, man. Nee? Nee. Ja, rot op. Ik bedoel, ik ben persoonlijk al zo ongelooflijk trots op wat je allemaal hebt bereikt. Hè? De skills die je hebt opgedaan. Nou, de souplesse waarmee je dit nu doet. Dit is een andere Boris dan de Boris die ging zitten toen dit item begon. Het is gewoon niet te doen, man. Ah, man, je was zo dichtbij, bro. Het is fucking veel te moeilijk. Je was zo dichtbij, man. Waarom maak je het zo moeilijk? Het is niet te doen, man. Jongen, als ik één ding wil, hè. Als ik iets wil in dit leven, is dat jij gewoon een betere Mario-speler wordt. Oh. En ik zie je, stappen sprongen. Niks stappen sprongen. Ga vooruit. Fucking een level maken in 2 uur waar ik 3 uur mee bezig ben kwijt. Dat is gewoon... Dat is ook wel een kunst, hoor. Nou, die hele game zit vol met onspeelbare schuitlevels. En ik denk van, nou, hier komt Emiel, weet je. Hier komt Emiel iets maken wat wel goed nee, is. Nee, maar het heet Instant Regret. Maar dat is gewoon... Dat is puur... Nee, maar weet je wat ik... Weet je hoeveel mensen hier blij mee maken? Zijn mensen liggen onder de tafel ik had, lachen, man. Had ik verwacht dat jij niet in diezelfde val zou trappen. Maar heb ik ook maar iets anders gedaan de afgelopen 4 jaar. Je bent fucking een leraar. Je geeft les in die ellende. Ja. En wat doe je? Je doet precies hetzelfde dat al die kutkids doen in maar dit game. Is het enige level... Het is onspeelbare shit maken. Nee, dat is het enige level wat zo is. Bovendien, net had je de hondenbrokken door, maar je zit nu weer in je emotie. Dat is een valkuil, hè? Emoties een valkuil? Emoties een valkuil. Maar ja, als millennium moet toch weten, ja, alles draait om emotie. Die zen mindset had je vast, die was heel goed. Hier, bam. Gaat erin! Pure bevrediging. Waarom gaat die niet door de pleurisdeur? Bam, de pleurisdeur gaat gewoon voor je open. Oké. Maar kijk hoe goed je dit doet, man. Gewoon één keer een sap erin. Oké, nou, kom op. En die andere? Oh, the fuck, volgens mij kan ik die beter niet hebben, of wel? Ja, waarom niet? Omdat ik dan te groot ben, dat ik geraakt word door de vuurballen van hier. Je kan wel een keer geraakt worden, zoals nu stunt hij, hè. Je kan het hebben. Nu kan ik hem toch niet naar de langs. Hier ben ik. Ja, nu niet snel. Oh, dat is wel kut. Nu ja, wel. Dat is wel heel kutzichtig. En die bloem. Je hoeft niet. Wees niet te greedy, want hij valt op je. Je hoeft hem niet te pakken. Nu zit ik naar de bloem te kijken, terwijl ik geraakt word door die stom. Dat is eigenlijk mijn schuld weer. Ja, als jij nou gewoon je mond houdt, dat zeg ik toch. Dan was het al een stuk makkelijker te doen. Ja, rot op. Ik heb het idee dat geduld... Ja, ik ben echt... Het is weg. Je bent in alle staten. Heb je het zelf uitgespeeld? Ja. Moet ik het doen even? Heb je dit gemaakt? Heb je toen aan je vriendin laten spelen en zei van, nou, wat leuk. Nee, wat leuk, nee. Emiel. Wat heb je dit goed gemaakt? Nee. Ja. Het is veel beter dan al die fucking kutkids die onspeelbare kutshit maken in die game. Want jij als leraar, fucking van de... De hogere school voor de kunsten in Utrecht. Zou toch op zich moeten begrijpen dat je dit niet doet? Kijk hoe goed je bent, man. Het is te sick voor woorden. Nee, het is een beetje gemeen level, man, deze. Een beetje gemeen level. Het is onzin. Het is onredelijk. Nee. Het is onredelijk. Maar ik moet je eerlijk zeggen... Er zit een veel te schuine learning curve op. Deze is ook... deze is gewoon een beetje gemeen. Deze is ook geïnspireerd op alle gemeen levels die ik heb gezien. Maar hij is niet zo gemeen. Ik krijg de tyfus. Als dat veel mensen hun levels maken. Je hoeft geen super skillvolle shit te doen. Je moet vooral niet dit soort domme shit doen. Oh, wat een schrijf. Zal ik het doen? Nee! Nog één.
Kanonnen, man. Ik vond het een goed idee van jij om dit item op te nemen. De schaatsje. Ik zit hier om 10 uur vanavond nog. Komt mijn hondenbroek nog terug, hoe zit dat? Ja. Godverdomme. Wat zei Jelle? Kappen met die shit. Ja, Jelle zei van jongens. Is dat afgerond? Het is 2 uur geleden dat jullie zijn begonnen met dit item. Hey, fuck. Wow, wat gebeurt er? Als je het nu niet haalt, nu ga ik het halen. Ja. Nee. Ik ga het gewoon uitzetten. Pleur eens met je. Nee, zet hem niet uit. Rot op. Sleep mode. Laat mij het halen dan. Nee, niks halen. Waarom ja. niet? Je kan het niet tegen. Ga lekker thuis als een millennial. Ik kan het wel, weet je. Ik heb deze kutzooi gemaakt. Ik wil ben je gebeten als je het niet haalt in 1 keer? Oh jee, dat is wel pressure. Je hebt die shit gemaakt. Dat is wel pressure. Dat is wel pressure. Hier, dan ga je al. Pressure. Ik ben wel een professionele Mario speler. Pressure. Ik ben wel goed in die shit. Pressure. Ik ben wel kanker millennial die dit in 1 keer uitspeelt. Pressure. Ik ben wel iemand die als zijn verantwoordelijkheden wegschuift op andere mensen. Ligt in je. Waarom haal je niet die ene paddenstoel? Die. Ik heb al een paddenstoel, waarom zou ik nog een paddenstoel halen? Gewoon omdat die er is. Punten. Ja. Punten, schmunten. Punt is echt iets voor mensen die bezittingen willen en dat soort dingen. Dat hebben wij millennials niet. Daar wonen we te klein voor. Dat kan niet, ja. We willen een grote huis, maar we zijn geboren met niks en we zullen sterven met niks. Je hebt niet te met doen. Met een derde wereldoorlog zullen we sterven. Damn. Okay. Dit was het. Nee. Samen pak die ster dan. Waarom pak je die ster niet? Pak de ster. Je hebt gewoon uit het niks heb je een fucking sleutel gekregen. Daar was ik serieus, daar was ik nog een week mee bezig geweest. Oh. Dat was best wel slecht. Ik ga wel een beetje voor de speed route. Daar was je inderdaad nog een week mee bezig geweest, maar ik had dit niet gered. Maar ik laat dit puur ook zien voor de kijkers plezier, dat je niet met die cliffhangers nee, zit. Nee, je bent gewoon met je lol aan het zwaaien nu in het beeld. Zo van, kijk mij eens even ver kunnen pissen. Ik snap dat voor jou zo voelt. Ja, het zegt niks. Die ken ik. Slecht ontworpen. Dankjewel. Echt slecht ontworpen. Dus love ik heb echt meeladen met die kinderen die les krijgen van jou. Zullen we even kijken wat de completion rate is van deze course? Nee. Dat is wel een... Even kijken hoor. Uploaden. Kun je dat hier zien of moet ik dan naar de... Ik weet niet eens waar je dat kan zien. Even kijken hoor. Nee. Dan moet ik naar de course maker. Naar de course world. Course world natuurlijk. Notifications. Ja, course world. Ik ga eens even kijken hoeveel mensen dit wel en niet konden en of ze... Dat heb ik natuurlijk wel mijn eigen. Zit hem wel hierbij? Ik weet het niet, maar ik snap die interface ook nog steeds niet. Hier, bam. Upload courses. Oké, instant regret. Is 8 keer geliked. Dus dat is, nee, geliked. 64 keer gespeeld. Nou, met andere woorden... De completion rate? 1 op de 8 spelers vindt het een hartje waard. Ik zou, ik zou het ook niet laten. Je zou het geen hartje geven. Ik zou het geen hartje geven. Ik zou denken, dit is gemaakt door een maniacale game designer. Mensen vinden het ook tof. Die nog nooit een succesvolle game heeft gemaakt. Ik weet dat je altijd gaat lopen porren. Hier, clear check time. Hier boebelen, dit is gewoon dit is je neefje of zo, weet ik nee, veel. Nee man, hier Nano Cooks heeft de Schmeckland heeft het gelijk. Ik vind het niet en slecht en hoor. Thuis af, ik zie alleen niet wat de... Ik vind het leuk. Wat vind het de leuk. Clear rate is. Fuck, niemand speelt dit uit, man. Jawel, man. Dat is er niet te doen. Clear right. Hier, 16.4. We kijken ernaar. 16.4 is echt fucking hoog voor Mario Maker. Met andere woorden, van alle 16%. Mensen... Maar wacht, van alle mensen die het hebben uitgespeeld... Er zijn er weinig zielige Mongolen. Nee, die hebben het allemaal gelijk. 16% is 1 op 8, ongeveer. 16% is degene... Dus ja. Iedereen die het heeft uitgespeeld, heeft gelijk. Heeft het gelijk, ja, inderdaad. Nice. Nou, goed, gefeliciteerd. Dankjewel, Boris. Nou. Lekker, we hebben weer wat geleerd over jou, over mij. Het was een fijne tijd. Ja, top. Weg met deze shit. Leuk.